De rechtbank heeft weduwe van den Dol uit Kattendijke vrijgesproken van moord op haar echtgenoot. De vrouw is meteen vrijgelaten. Het OM had 15 jaar geëist omdat ze haar man vergiftigd zou hebben met haar groeimiddel. Er is gif aangetroffen in het lichaam van het slachtoffer. Er is ook gif aangetroffen in die fles drank en op de rand van het glas. En er is een flesje van dat haargroeimiddel, van dat minoxidil, aangetroffen bij verdachte bij haar aanhouding. Maar dat alles, zegt de rechtbank, leidt nog niet tot de conclusie dat dat ook echt door mevrouw in die fles is gegoten en in dat glas. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen is de eerste dierenkliniek in Zeeland met een CT-scan voor huisdieren. De dierenkliniek schafte het apparaat aan om bij de dieren beter een diagnose te kunnen stellen. De CT-scan is eigenlijk dezelfde scan als waar mensen in gaan. Het enige verschil is dat de dieren een korte narcose krijgen, zodat ze tijdens het scannen stil liggen. Wim Sturres keek vreemd op toen hij op het strand in Dishoek een hengeltje uitwierp. Op het moment dat hij wilde inhalen om terug te gaan naar zijn vakantiehuisje, had hij beet. Ik dacht, ja, wat is dat nou? En zei mijn dochter, misschien heb je wel een haai. Echt lachende wijs. En ik haal verder in en ik haal hem echt op het droge. En het was een haai. Van pak een beetje 80, 90 centimeter. Verschillende festivals zijn de afgelopen tijd in Zeeland afgelast. Bezoekers weten vaak niet of ze hun geld wel terugkrijgen. Zou er een garantiefonds moeten komen om dat te verzekeren? Als er geen extra kosten bij komen kijken en de organisatie is wel verplicht om je geld terug te geven. Ja, absoluut. Ja, ik vind het wel belangrijk. Ik heb zelf kaarten voor 9 o'clock gekocht. Geld heb ik nog steeds niet terug. Sommige mensen wel. Ik heb zoiets van, ja, wij kunnen er ook niet aan doen dat de vergunning nog niet rond is. Ik snap dus ondernemersrisico. Maar ja, als klant moet je daar niet voor de dupe van zijn. Ja, als mensen ervoor betalen, dan horen ze het ook terug te krijgen als het niet doorgaat. Dat is toch logisch, lijkt me.